Een ander hot item in de politiek is het dubbele paspoort. De een is er tegen, de ander voor. Christian Bonenbakker uit Utrecht wil graag zelf bepalen welke nationaliteit zijn anderhalf jaar oude dochtertje krijgt. Maar dat kan niet. Dochtertje Sarah krijgt automatisch de Marokkaanse nationaliteit mee, omdat haar moeder Marokkaanse is. En daar hebben ze problemen mee. Bart van den Berg is bij de familie Bonenbakker thuis in Utrecht. Bart, heeft Sarah eigenlijk een beetje in de gaten wat er allemaal aan de hand is? Nou ja, je ziet het, ze is lekker aan het spelen. Hey Sarah, ben je lekker aan het spelen? Nou, je ziet, die is helemaal bezig met de muntjes in de portemonnee en helemaal niet met de camera. Haar vader zit naast me, Christian. Heeft Sarah iets door van al die aandacht die er nu voor haar is? Nee, opvallend weinig. Ze was even onder de indruk toen de camera kwam, maar nu is ze weer lekker aan het spelen. Hey, en toen Sarah geboren was, dus ruim een jaar geleden, toen heb je haar gewoon aangegeven de burgerlijke stand. En toen was er eigenlijk nog niks aan de hand, hè? Nee, wij dachten dat de Marokkaanse nationaliteit alleen via Marokkaanse vaders werd doorgegeven. Dus in ons geval zou er niks aan de hand zijn. En toen een maand later bleek dat het ook via de Marokkaanse moeder gaat, omdat de wet is veranderd in Marokko. En toen dacht ik, ja, dat is niet onze bedoeling. Wij willen dat zij gewoon als een Nederlands kind wordt opgevoed en dat ook alleen de Nederlandse overheid iets over haar te zeggen heeft en niet de Marokkaanse. Dus ik ben bezig te voorkomen dat zij als Marokkaanse geregistreerd wordt. Nou, er zijn een aantal Kamerleden, een flink aantal Kamerleden, die daar inmiddels lucht van hebben gekregen en zich daar ook erg druk over maken. En die stonden vandaag in het parlement voor een debat met de minister Donner. En Christian die was er ook bij. Is hij amper anderhalf? Iets ouder, 19 maanden. Oh, bijna 20. Ja. Topdrukte in de Tweede Kamer vanmiddag. Alle Nederlandse nieuwsprogramma's zijn er om het verhaal te horen van de vader van Sarah. Het is leuk om veel media-aandacht te krijgen, maar het gaat erom dat de Tweede Kamer daar een besluit over neemt. Of de minister, dat hij een toezegging doet. En ik hoop dat hij dat zo gaat doen. Hij heeft de Tweede Kamer achter zich. Die wil een einde maken aan de registratie van een tweede nationaliteit. Maar minister Donner van Binnenlandse Zaken zegt dat ouders dat niet zelf kunnen bepalen. Daar gaat Marokko over. Met de wet wijzigen verander je niets aan dit probleem, want dat is een gevolg van de Marokkaanse wetgeving. En de Marokkaanse wetgeving kan niet in het Nederlands parlement gewijzigd worden. De Marokkaanse wetgeving kan dan niet veranderd worden. CDA-Kamerlid Mirjam Sterk uit Houten ziet nog wel andere mogelijkheden. Wij kunnen als Kamerleden de wet aanpassen. Dat is een van onze taken. Nou, dan gaan we daarmee aan de slag. En dan komt u met een initiatiefvoorstel om dat niet meer te registreren als ouders dat niet willen? Dan komen we met een initiatiefvoorstel waarin staat dat als ouders zelf niet willen dat die tweede nationaliteit wordt geregistreerd, dat dat dan ook niet gebeurt. Christian is blij met het initiatief van de Tweede Kamer. Want als hij het alleen van de minister moest hebben, was het niet gelukt. De minister was wel teleurstellend. Had ik ook eigenlijk wel een beetje verwacht. Dat is een jurist, dus die gaat vooral de onmogelijkheden benoemen. Maar ik vond de massaliteit waarmee de Tweede Kamer wil dat hier iets aan gebeurt, dat vond ik wel hartverwarmend. Nu lekker naar huis, naar Sarah? Ja, met in het kielzog nog wat journalisten. Want die willen Sarah ook graag zien. Ja, Christian, de vader dus van Sarah, heeft nu dus aandacht voor zijn probleem, dat is duidelijk. Maar Sarah is al anderhalf. Waarom heeft ze niet eerder aan de bel getrokken? Nou, hij kreeg eigenlijk pas vorige maand een brief van de gemeente waarin definitief werd bepaald dat Sarah verplicht Marokkaans is. En ik ga weer even terug naar Christian, want Christian, wat is nou eigenlijk het grote nadeel van die Marokkaanse nationaliteit? Ja, op verschillende manieren. Een dubbele nationaliteit in Nederland is echt een handicap aan het worden. Met het huidige kabinet gaat het mogelijk worden om je Nederlandse nationaliteit te verliezen als je een andere nationaliteit hebt. Bijvoorbeeld als je in de criminaliteit terechtkomt. Nou, dat is dus een rechtsongelijkheid. En het heeft ook nadelen als je dat je ineens burger bent van de Marokkaanse overheid. En als je dus naar Marokko toe gaat, word je anders behandeld dan wanneer je als toerist naar Marokko gaat. Maar het is toch ook handig, want dan kan ze gewoon makkelijk een Marokkaans paspoort krijgen. Komt ze makkelijk het land in, ze zal vast eens naar Marokko gaan. Wat is er tegen? Nou, vaak komen toeristen makkelijker het land in dan Marokkanen zelf. Want als iemand een Marokkaans paspoort heeft, dan gaan ze even in de computer kijken. Wie is dat dan? Wat weten we van zo iemand? Hebben we nog een appeltje te schillen met zo iemand? Duurt veel langer, dus is gewoon gedoe. Maar veel belangrijker is dat als je bijvoorbeeld in de problemen komt in Marokko, hè, in aanraking met de politie en je wordt opgepakt, dan heb je als Nederlander recht op hulp van de ambassade. En dat zal zij met een dubbel paspoort ook hebben. Alleen dan zegt Marokko van, hé, dit is een Marokkaan. De Nederlandse ambassade heeft niks over haar te zeggen. En dat geldt ook, dat gebeurt bijvoorbeeld in Iran. Dan staat Nederland machteloos. Nou ja. Sarah is inmiddels bezig met wat andere dingen dan de Lego. Nog één vraagje, hè? Want het duurt allemaal heel lang natuurlijk voor zo'n jonge meid. Het CDA komt met een initiatiefwetsvoorstel. Verwacht je daar veel van voor Sarah?
Ja, daar verwacht ik wel wat van, omdat het doel van het CDA ook precies mijn doel is. Trouwens, het doel van alle partijen, dus daar ben ik heel blij om. En ik hoop dat het erop uitdraait, en daar gaan ze over nadenken, om gewoon te registreren, is iemand Nederlander of geen Nederlander? En dan zijn we eigenlijk waar we willen zijn, want zij is gewoon Nederlander. Nou, Sarah die krijgt nog een broertje of zusje. Weet je eigenlijk al wat het wordt? Of mogen we dat nog niet weten? Ja, het wordt een broertje. Kijk. Nou, Sarah krijgt dus nog een broertje. En die is over 2 weken komt hij eraan, als het goed is. En we hebben nou eventjes een RTV Utrecht rompertje meegenomen. Dus Christian, voor de nieuwe spruit, alsjeblieft. Ja, hartstikke leuk. Dank je wel. Tot ziens. Kijk, hartstikke leuk en lief van ons, hè, dat we dat geven. Dank je wel, Bart. En wensen veel succes daar.